Hallo mensen, welkom bij een nieuwe Nederlandse commentary. Deze keer aflevering 2 van Division Digger, wat grof vertaald luidt als Divisiegraver. En deze keer weer een redelijk korte aflevering, want op mijn main channel hou ik het er meestal aan om 3 wedstrijden aan gameplay te doen per aflevering van Division Digger. Dat deed ik bij FIFA 12 en dat wou ik nu ook gewoon in stand houden bij FIFA 13. En de ene keer scoor ik nou eenmaal gewoon meer goals dan de andere game. En deze keer moet het nou net zijn dat ik redelijk weinig goals heb gescoord in de afgelopen 3 wedstrijden. Dus vandaar dat de aflevering nogal kort is. En over het algemeen hou ik ervan om mijn video's kort te maken, want ik leef meer bij het motto kort maar krachtig. Want op mijn main channel valt de kijkersloyaliteit begint wat minder te worden na de 3 minuten. En natuurlijk, ik vind het niet fijn om video's te maken waarvan mensen na de helft van de video al denken van waarom ben ik hier nog? En als ze dan de video wegklikken, dus ik probeer die kijkersloyaliteit wat hoger te houden. Dus vandaar dat mijn video's nogal kort zijn, omdat mensen nogal vragen om langere video's en zo. Maar nu heb je dus de reden waarom ik ze altijd kort hou. Maar in de eerste wedstrijd zag je dus dat ik West Bromwich Albion was, wat me brengt bij mijn volgende onderwerpje. Want ik upload dus vandaag en morgen nog een video, dus vandaag nogal laat omdat ik net terugkom uit de stad. En morgen een nieuwe video omdat ik zaterdag en zondag geen video kan uploaden omdat ik dan naar Engeland ben. Ik weet niet waarom ik een link leg tussen West Bromwich en Engeland. Waarschijnlijk alleen omdat het een Engelse club is. Maar dus ik kan zaterdag en zondag geen nieuwe video uploaden. Maar waarschijnlijk neem ik mijn laptop gewoon mee naar Engeland. Waardoor ik kan editen en zo. Dus er zal waarschijnlijk op maandag een nieuwe aflevering zijn van Corrupt Epicness with Easy Rules. Dus dan kan je daar alvast naar uitkijken. En misschien dat ik nog van een andere game. Nog van een ander spel nog een video of een commentaar kan maken. Maar dan zie ik dan te zijner tijd wel. Want ik heb in principe nog tijd zat. Dus jullie kunnen nog heel wat content verwachten op dit kanaal. Maar we zijn alweer bij de laatste wedstrijd van deze aflevering. En ik was Frankrijk. En ik moet zeggen dat Frankrijk waarschijnlijk mijn favoriete team is uit Head-to-Head. Samen met Portugal, omdat Frankrijk alvast 4-3-3 speelt. En 4-3-3 vind ik persoonlijk de favoriete formatie, omdat je eigenlijk als het ware 3 aanvallers hebt. En ze hebben snelle vleugelspelers en ze hebben snelle spitsen, namelijk Benzema. Maar Ribéry is in dit spel gewoon zo geweldig. Volgens mij was de wedstrijd geëindigd in 5 of 6-0, ik weet het niet zeker. Maar Ribéry had er iets van 4 of 5 gescoord, is echt gewoon zo goed. Hij was in FIFA 12 een van mijn favoriete spelers, maar in FIFA 13 is hij nog veel beter gemaakt. Hij is 400k, maar ik kan niet wachten als ik hem eindelijk kan betalen. In principe kan ik dat, maar daar heb ik niet zo'n heel goed team om hem heen. Maar dit is het einde van de aflevering. Als je hem leuk vond, geef een leuke beoordeling. Het helpt echt. En dan tot de volgende keer. En zoals we in Brabant zeggen, houdoe. En dan tot morgen.